Goedemiddag. Ik wil vandaag eens kijken of ik jullie mee kan nemen in een controle van de kast. Deze kast staat hier sinds eind vorig jaar, gevangenzwerm. En in het voorjaar, in maart, heb ik deze kast eigenlijk nog niet open gehad. Dus ik ga jullie meenemen naar een eerste controle. Ik hoop de koningin te kunnen zien. Een raam of 5-6 broed. En laten we eens kijken waar we uitkomen. Allereerst de spanband er even af. Dan de deksel. Nou, dan zien jullie een kastkaart liggen. Die had ik al klaargelegd. En dan hebben wij een dekplank. En of je door de dekplank heen kun je al zien dat er wat activiteit is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramen bezet met bijen. 9. Dus dat is een goed teken. Ik ben benieuwd wat er in de kast gebeurt. Ik heb de broker aangezet voor de zekerheid. Er hangt wat onweer in de lucht. Eens even kijken hoe de bijen gaan reageren. Even kijken. Heb ik al mijn spullen? Nee. Nu wel. Nou, let's go. Nou, vooralsnog lijken ze erg rustig te zijn. Hier zit bijna niks, dus die haal ik als eerst uit. En wat zien we dan? Een leeg raam. Met wat bijen. Nou, die zetten we even apart. Dan zien we hier een raam met allemaal stuifmeel. Hier zie je stuifmeel zitten. Hier loopt een dar. Dan kun je zien, die is groter en dikker dan de andere werksters. Hier ook nog een dar. In dit raam verzamelen ze dus voer. Stuifmeel is voer voor ze, dus die hangen we even een stapje opzij. Dan hoop ik hier broed tegen te komen. Jazeker. En wat we zien is meerdere soorten broed. We zien hier die bultjes, deze ook. Dat is mannetjesbroed en deze vlakke is vrouwtjesbroed. Een mannetje past niet in de cel, die hebben een grotere cel nodig. Dus noemen ze darrenbroed. En de vrouwtjes noemen ze werksters. Als je goed kijkt, zie je hier in die witte larfjes zitten. Die gaan over een paar dagen gaan de cel dicht. Kijken of ik ook eitjes kan vinden. Ja, kijken of we dat kunnen vinden. In deze cellen hier, in de hoek zitten eitjes. Onderin zie je witte stipjes zitten. Dat zijn de eitjes. Nou, eens kijken of we de koningin kunnen vinden. Dus dit is raam 1 met broed. Raam 2. Helemaal vol met werksterbroed. Wel een mooi gezicht. Er zit wat nectar tussen. Heerlijk rustig zijn ze. Heel fijn. Ondanks dat het net geonweerd heeft. Hier ook. Nou, hierbovenin zien we ook nog eitjes onderin de cellen liggen. Dus de koningin is goed aan de leg. Raam 2 met broed. Raam
Raam 3 in broed. Ik zie darren. Ik zie werksters. Ik zie voer. Hier bovenin zit nog wat nectar. Hier zien we een bij met stuifmeel lopen. Gele klompjes. Dan zit ik een beetje voor jullie beeld. Nou, een heel rauw raam dit. IJs en draad zit niet helemaal lekker. Ook hier allemaal larfjes en eitjes en gesloten broed. Vier ramen met broed dus nu. Ook hier zit broed op. Dus dat is 5. De varkens op de achtergrond. Ik wil ook wat zeggen. Oké, nou, we hebben dus 5 ramen broed. Koningin niet gezien. Nou ja, helaas, ik heb eitjes gezien. Ik heb verschillende stadia broed gezien. Dus we gaan ervan uit dat ze er gewoon is. Alles weer terug. En voorlopig hoeven we ons niet druk te maken om zwermen. Het volk is niet groot genoeg. Dus, nou, hopelijk is het volgende keer weer lekker weer. Dan kan ik jullie weer meenemen in de controle. Goed weekend!